Hallo allemaal, mijn naam is Kjeld en leuk dat jullie kijken en luisteren voor de Tour de France 2022, etappe 15 van Rodin naar Carcassonne, 202 kilometer. Gedurende de etappe was het ruim 40 graden, niet boven de 40 graden, gelukkig maar. Om de renners in ieder geval zo goed mogelijk te beschermen, werden er enkele wijzigingen aangebracht. Ze lieten hun renners de bidons weggooien waar ze maar wilden, en ook werd de tijd niet opgetrokken met 20%. Er reed een ontsnapping weg van uh, drie man met uh, Niels Poliet, Mieke Honoré en uh, Wout van Aert. Uiteindelijk kwamen er uh, niet meer renners uh, bij aansluiten bij die drie man. Twintig kilometer later maakte ploegleider Arte van Dongen het teken uh, aan uh, Van Aert dat hij zich uh, moet laten afzakken omdat er dus geen renners meer bijkwamen die zouden gaan voor de etappe winst. Jumbo zag geen kans dat Van Aert met Poliet en Honoré het zou redden. Of in ieder geval een kans zou maken tot het einde. Wat mij betreft had dit bijvoorbeeld ook 10 kilometer eerder gekund. Maar gewoon een goede keuze dat, om Van Aert in ieder geval te laten afzakken naar het peloton. Als er meer renners van verschillende ploegen bij waren gekomen, had het zeker een kans van slagen. Want dan zouden er dus ook andere renners bij zitten van verschillende sprintersploegen. Die sprintersploegen kozen er nu voor. Om geen uh, renners uh, mee te sturen. In plaats daarvan gewoon te controleren vanuit het peloton. En hield het gat zo uh, rond de twee minuten. Na dat moment kon je gerust even rusten. Totdat er een val was met nog 65 kilometer te gaan. We zagen Steven Kruiswijk op uh, de grond zitten. Het leek erop dat hij ook uh, niet meer uh, op ging staan. Volgens de uh, race-dokter had het er uh, alle schijn van uh, dat hij een uh, gebroken sleutelbeen zou hebben. Daardoor moest uh, Kruiswijk. Dus uh, opgeven. Kort daarna ging ook de gele trui uh, tegen de grond. Jonas uh, Vingergaard. Hij kon snel weer opstaan. Maar uh, Tiesch Benoot die ook bij de val uh, was uh, betrokken. Had uh, meer moeite om weer op de fiets te stappen. Beiden werden gelukkig uh, weer uh, teruggebracht. In ieder geval gelukkig dat ze weer op uh, de fiets uh, konden. Vingergaard en uh, Benoot. En beide werden teruggebracht in het peloton door uh, Christophe Laporte. Vlak voor de Côte de 6 werden Poliet en Honoré ingerekend door een nogal nerveuze peloton. Trek Segovedo deed er alles aan om op die klim het peloton uit te dunnen in dienst voor uh, een Pedersen. zodat hij een betere kans had op een uh, etappezegge zonder groene wegen Ewan en Jacobsen want uh, voor hun was die beklimming uh, gewoon simpelweg uh, te lastig. Op de top van de klim reed Benjamin Thomas, Benjamin Thomas naar voren met de Gouchard in zijn wiel. Ik denk dat het was om de bergpunten voor zijn teamgenoot Keske weg te nemen. Ze hadden beide een klein gaatje en besloten om samen door te gaan rijden. Uiteindelijk ging Thomas er solo van door. Het maakte het heel erg lastig voor het peloton om hem in te rekenen. Omdat Thomas heel veel voordeel had door achter de motor te rijden. Die camera motor Bleef de hele tijd voor Thomas rijden. Wat echt belachelijk is. Uiteindelijk werd hij gegrepen op 500 meter. Door stuiven die zijn lead-out deed voor Pedersen. Van Aert nam het wiel in van uh, Pedersen. Philipsen deed het heel slim door de binnenbocht uh, te nemen. Waardoor hij gelijk naast uh, Van Aert kwam. Terwijl hij als hij erachter schuift. dan moet hij eerst nog Wout voorbij. en daarna ook nog uh, Mats. We zagen in etappe 3 van hoe ver uh, Philipsen nog moest komen. en dat hij uh, toch nog uh, derde werd. Dus uh, dan. Heeft hij uh, hele goede sprintbenen in uh, deze toer. Hij moest nog even inhouden. Omdat uh, uh, Pedersen uh, probeerde de deuren dicht te doen. Vervolgens wou hij dat ook aan de andere kant doen, Pedersen. Dat zorgde ervoor dat uh, Philips een vrije baan kreeg. En uh, daardoor kon uh, Philipsen dus zijn uh, sprintvermogen goed kwijt. Want hij is gewoon een uh, meer pure sprinter met veel meer snelheid dan Wout uh, en Mats. En uh, wint deze etappe die verdiend is. Alpecin heeft een groot deel van uh, deze etappe gecontroleerd. En hij is ook uh, zo vaak uh, tweede geworden in uh, de Tour. Philipsen wint voor Van Aert en Pedersen, Sagan vierde, Van Poppel vijfde, Groenewegen zesde, Senesal zevende, Motsato achtste, Pasqualon negende en Fred White tiende, Pogachar twaalfde. De enige reden dat hij meesprinten is denk ik dat hij probeert om de tweede plek in het puntenklassement veilig te stellen als Van Aert onder welke omstandigheden dan ook de Tour moet verlaten. Ondanks dat de niet met 20% was opgetrokken, haalde Michael Merkle het niet. Hij was uh, compleet bevangen door uh, de hitte. Had volgens mij uiteindelijk ook een uh, hitteberoerte. En heeft bijna ook uh, 200 kilometer in zijn uh, eentje gereden. Diep respect daarvoor dat uh, hij de etappe nog uh, gefinished is. Er waren veel uh, renners die uh, moeite hadden met uh, de warmte. Zoals uh, Christophe, die terug was gekomen uh, met de groep uh, van Groene Wegen. Maar en daarna toch weer afgelopen afmoest door een uh, mede ook uh, toedoen uh, van de warmte, was hij uh, achter in het peloton echt ook heel erg aan het uh, afzien. Het belangrijkste nieuws voor de etappe was dat Primoz Roglic de Tour moest verlaten. Althans, dat zij Frans Maassen dat ze de beslissing hadden gemaakt met de ploeg en Primoz zelf. Ik denk dat dit volkomen de juiste beslissing is. Kijkend naar de toestand na de val van Roglic, etappe 7, eindigde hij achter Pogachar en Vingegaard. Ongelooflijk goede prestatie op 12 seconden. Etappe 9 bleef hij in de groep met de klassementrenners. Etappe 11 probeerde hij meerdere aanvallen aan de voet van de, de Calabier om weg te rijden bij Pogacar en ook om hem te vermoeien. Vervolgens verloor hij in die etappe wel veel tijd, waardoor de aspiratie om een goed klassement te rijden ook uh, verloren was. Tijdens etappen 13 en 14 moest hij uh, telkens al uh, vroeg lossen bij een groep waar ook sprinters in zaten. Toen was het duidelijk dat zijn uh, toestand en ook uh, vorm gedurende de etappes verslechterd was. Ook al hou je Roglic in de Tour, is uh, zijn toegevoegde waarde voor het team en voor Vingergaard heel erg laag. Door de blessure en uh, de gevolgen van uh, de val in uh, de Kassai-rit. Ik ben in ieder geval blij dat, uh, dat ze hem eruit hebben gehaald. Ook voor zijn eigen gezondheid natuurlijk. En dat ze hem uh, nu de ruimte tijd geven om eerst te herstellen natuurlijk. En vervolgens uh, voor te bereiden op de Vuelta. Gelijk na de etappe van gisteren moesten de renners ook weer uh, testen. Vandaag kwam het uh, bericht van de UCI dat er twee renners uh, positief uh, getest zijn. Wie dat zijn, dat uh, wordt uh, bekendgemaakt voor de start van uh, de 16e etappe. Het zijn in ieder geval geen renners die in, het, uh, in de top 20 van het uh, algemeen klassement staan, gelukkig. Vandaag op de rustdag zochten de renners uh, ook lekker de verkoeling op door uh, in het uh, zwembad te duiken of lekker op een uh, luchtbed uh, te liggen op deze snikhete dag, zowel in Nederland, maar ook uh, nog was het uh, veel warmer in het uh, zuiden van Frankrijk uh, bij Carcassonne. Het algemeen klassement na de tweede week. Jonas Vingergaard 2 minuut 22 voor op uh, Pogertjaar 2,43. Uh, Thomas uh, Bardet vierde op uh, 3 minuut 1. Adam Yates vijfde op 4 minuut 6. Quintana zesde op 4 minuut 15. 7 zevende op 4 24. Hetzelfde als Cordu. Maar hij staat achtste. Dan een groot gat van ongeveer 4,5 minuut op Thomas Pitcock. Op plaats 9. En Henrik Mas tiende op bijna 10 minuten. Doordat Roglic en Kruiswijk niet meer in de Tour zijn en ik niet zeker weet of uh, Benoot wel uh, in orde is uh, naar zijn val met Vingergaard. Is er in ieder geval niks aan de hand, gewoon een paar uh, schaafwonden. Verminder dat wel in ieder geval mijn vertrouwen voor uh, de controle van uh, Jumbo in de derde week. In de tweede week hebben we natuurlijk gezien, vooral uh, op uh, de Col du Granon, die uh, etappe naar de Col du Granon en ook uh, de andere twee... Uh, in de etappes in de tweede week hebben we gezien dat Jumbo perfect de controle in hand had. Ook voor UAE is het heel erg lastig om de vlucht te gaan controleren. Dat was het al eigenlijk ook in de eerste en tweede week. Simpelweg ook omdat de renners die dat normaal gesproken doen, Bjerg en Hirsi, er al bij de eerste heuvel af liggen. Daarvoor biedt het in mijn ogen wel weer kansen voor INEO's. Die tot nu toe overal een beetje achter aan hobbelen als het ware. We hebben gezien: zodra Poguchar aanvalt dat alleen vingerkaarten kan volgen. Thomas en Jeets rijden er dan uh, gewoon achteraan. Verliezen dan niet heel veel uh, seconden. Maar ja, die uh, hebben zeker wel ook goede papieren voor uh, een uh, podiumplek in Parijs. En dan uh, bedoel ik uh, de derde plek. En dan met name Thomas, want uh, hij kan ook nog eens een uh, goede tijdrit uh, rijden. Als ploeg zijn ze nog ook helemaal compleet en kunnen daar, naar mijn ogen, ook gebruik van maken. door chaos te creëren in de etappe. Bijvoorbeeld met de Pitcock die je dan mee kan sturen in de ontsnapping. en dan Jumbo en UAE daarmee onder druk kan zetten. Als Van Aard niet valt of door Covid de tour moet verlaten, wint hij de groene trui datzelfde geldt voor Pogacar, maar dan de witte trui. In het bergklassement zitten nog allemaal heel dicht bij elkaar. Geske is nu de bergtruidrager met 46 punten. Ik hoop dat Thibaut Pinot goede benen heeft in de komende drie etappes in de Pyreneeën en dan volop voor die bergtrui gaat en dan misschien nog wel. Een ritzegen mee kan pakken. Want op de eerste rustdag had ik hem voorspeld dat hij de bergtruien zou hebben, op dit moment, op de tweede rustdag. Voor de aankomende etappe van Carcassonne naar Foix verwacht ik dat er gewoon een grote kopgroep gaat, een grote ontsnapping eigenlijk gaat wegrijden. Die uiteindelijk de ruimte gaat krijgen van het peloton. Ik hoop nog altijd dat Andreas Kreunen etappe gaat winnen. Ook naar die lekke band in de ene laatste etappe. Maar ik denk dat er iemand van Bora gaat winnen. Konrad Kemna of uh, Kreutschadner. Tussen de klasse mensrenners gaat er denk ik wel wat gebeuren. Morgen in de etappe. Ik denk dat de UAE op de eerste beklimming van de uh, eerste categorie. al uh, tempo gaat rijden om uh, vingerkaarten uh, te isoleren. De slotcall ook van de eerste categorie is wel echt. Uh, stel die uh, muur de Perugori. Vooral de laatste 4 kilometer zitten er echt heel veel steile stukken in. Volgens mij ook een klein stuk van 20%, heb ik me laten vertellen. Toch denk ik dat er geen tijdverschillen gaan komen tussen Pogetjar en Vingergaard. Want na die klim is er een afdaling van ongeveer 30 kilometer. Ik denk dat Jonas het wel gaat volhouden en uiteindelijk de Tour de France gaat winnen. De enige manier. Rees ik dat uh, Jonas tijd uh, gaat verliezen in uh, de bergetappes als... Uh... Ja, de schouder die de grond raakte, een uh, gevolg gaat hebben. Maar ik denk het niet, omdat uh, hij zei dat hij er alleen wat uh, schaafwonden aan over heeft uh, gehouden en dat het uh, af en toe een beetje prikt. Dus zo heel erg uh, was die valpartijen van uh, Vingegaard uh, niet. Die valpartijen van uh, Benoot, wat de gevolgen daarvan zijn, moeten we maar even afwachten in uh, de komende etappes. Helemaal natuurlijk ook uh, morgen, of die een uh, goede rol uh, kan spelen. Voor de Tour zelf hoop ik dat de uh, Pocaccia wat uh, tijd wint uh, voor de tijdrit, zodat het een uh, spannende ontknoping, een spannend gevecht gaat worden in die tijdrit. De tijdrit zelf, om die nog even mee te pakken, is 40 kilometer. De eerste 30 kilometer is uh, glooiend, eigenlijk uh, een beetje vlak om het te noemen. Daarna zitten er wel twee korte klimmetjes in, die zijn niet uh, extreem stel. Ik denk dat het uitgangspunt van, voor PokerCharm moet zijn. Dat hij iets meer dan anderhalve minuten moet terugwinnen in de Pyreneeën In die komende drie etappes. Etappen 16, 17 en 18. En er is voor mij ook geen echte graadmeter. Waar je een tijdrit van tussen de 30 en 40 kilometer kan vergelijken met hun beide. De tijdrit voor de etappe van Parijs vorig jaar in de Tour. Won Fingerkaart wel zwaar. 25 seconden, maar toen uh, reed uh, Pocaccia die uh, tijdrit lekker relaxed lekker op zijn gemakje omdat uh, toen het uh, geel al uh, lang en breed uh, binnen was. Ik heb het gevoel en de verwachting dat uh, Pokémon maximaal 40 seconden kan uh, winnen op een uh, vingerkaart in die tijdrit. Maar dat is natuurlijk nog allemaal een uh, beetje speculeren. Ik hoop gewoon op een hele mooie ontknoping. En op een hele mooie, spannende derde week uh, in de tour. Met uh, veel tactische dingen die ik uh, kan uh, bespreken in uh, de volgende video. En natuurlijk moet het ook. Ook ontzettend vermakelijk zijn. Allemaal bedankt voor het kijken en voor het luisteren naar deze aflevering. Vond je deze aflevering nou leuk doe dan zeker even het blauwe duimpje omhoog. Abonneer gelijk dan even hier beneden. Zet gelijk even het belletje aan zodat je niks mist van de volgende video's die nog in de derde week van deze tour online gaat komen. En dan zeg ik tot de volgende video. Laters!